Mooi, daar zijn we weer. Hallo. Maar in ieder geval iedereen een heel gelukkig en vooral gezond 2023. Ja, dat is goed. En dat iedereen veel mag reizen, want wij gaan ook weer op reis, hè? Ja, 11 dagjes nog en dan gaan we richting Spanje. Ja, maar eerst nog in de verjaardag van jouw zus. Ja. Dat gaan we eerst doen. Dat gaan we eerst doen. En dan is het richting Spanje en er zitten al mensen in Spanje op ons te wachten. Ja. Dus, plekje is al gereserveerd. Dus, ja, dus... Het is daar mooi weer, dus we hopen dat het dan nog zo is. Maar sowieso, alle mensen die kijken, tof, heel fijn. Ik hoop dat jullie ons blijven volgen. In het nieuwe jaar, ja. Ja, het nieuwe jaar. We gaan heel wat afreizen, dus bij gezondheid blijven we gewoon lekker doorgaan. We hebben heel veel in de planning eigenlijk, maar ik zeg dat maar niet, want meestal komt er dan wat tussen. Ja, het verandert altijd bij ons. Maar daarom. Maar we gaan wel naar Spanje in ieder geval. We gaan naar Spanje, dus er komen weer wat meer vlogs. Ja. Leuk, blijf duimpjes geven, blijf lekker kijken en reacties vinden we hartstikke leuk, reageren we altijd op. Ja. En, jullie zien in ieder geval nog eerst nog even een stukje van met de kerst, dat is dat geloof ik tweede kerstdag, ja. Dat je dochters er waren met aanhang. Ja. Dus dat zien jullie eerst nog en wat nog meer? Ja, de wedstrijd van Kelly. Ja, maar we gaan niet alles verklappen natuurlijk wat erin zit, hè? We zien het vanzelf. Dat is waar, maar meer zit er ook niet in dit keer. Ja. In ieder geval, ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Yes. Happy New Year, everybody. En veel kijkplezier. Doei. Doei. Wat ben je aan het doen, Willem? Ik ben de saté aan het omdraaien. Oh, lekker, ja. En anders hebben we één kant een beetje zwart. Ja. Maar die saté die heb ik... Zelf gemaakt? Ja, de gisteren die marinade gemaakt, heeft hij heel erg in de koelkast zitten. En het is eigenlijk van man, maar als ik het zo zie dan... Nee, je mag eentje proeven, hè. Voor de rest is morgen als de visite er is, hè? Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Afblijven. Vandaag eerste kerstdag, dus morgen krijgen we visite. Ik weet niet of ik het er niet in kan houden, hoor. Tik ik je wel over je vingers. Tik ik je wel over je vingers heen. Nou, gezellig. Het is geen witte kerst, maar goed, de hond... Die is lekker chill op de bank en het is droog, dus dat is al heel wat waard, hè? Grote Pino gaat lekker wandelen met zijn jasje aan, hè? Ja, ga maar, Gino. Kom maar. Zo maar. Blijf hier lekker droog in dat rot weer. Goedemorgen, tweede kerstdag vandaag. Vandaag komen de dochters van Trilby met aanhang. En ze wonen geen kerstmaaltijd, maar ze wonen allemaal... Allerlei soorten hapjes maken en kleine hapjes en maaltijdjes en weet ik veel wat. Dus dat zal wel weer een of andere gekke bende worden met hun. Hun kennen het tenminste. Dus krijgen een zware dag, denk ik. Maar jullie zullen het meemaken. Wat schaft het vanavond? Wat gaan we eten nu op tweede kerstdag? Van alles. Gezusters knot. Freps. Ragout. Nog meer ragout. Tot soep à la tril. Nee, à la Willem. Rollade à la tril. Rollade à la tril. Ja. Saté-stokjes van Willem. Ja. Oh, en dit. Ho, ho. Cheesy garlic bread. Oeh, zullen we lekker stinken vanavond? Er is maar één wc, hè? Dat weten jullie. Donders. Ook lekker. Kerstig. Ja, dat is echt kerstig. Het is een beetje kale bende, hè? We hebben zonnebrandcreme op tafel en voor de rest staat er verrotte wijnen. Nou jongens, joh. Ja. Dat was natuurlijk een geintje. Jullie zijn van joh, hè? Oh, lekker. De rest is voor ons. Dag. Wij wachten. Eet smakelijk op deze tweede kerstdag. Eet smakelijk. Hebben de dames even goed geroggeld. Feliz Navidad. Ja hoor. Ja. Allerlei lekkere hapjes. Het is nog maar het begin, hè. Vetmester die handel. Vetmester. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Escape room. Snappen jullie het ook? Nee. Dus dit duurt heel laat. Chelsea snapt het wel. Uurtje maar. En dan ontploft de boel. En hoe laat waren we bij de kathedraal? Chocolate. Pyjama party. Yay. En waar zitten ze te kijken? Oh,
Home Alone. Voor de 1000ste keer of zo. Ja. Maar fijn. Kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. As long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Waar ga je heen, Tro? Naar de wedstrijd, hè, van Kelly. Paardrijdwedstrijd. Die heeft zich geselecteerd. Dus heel knap. Nou, wens haar maar succes. Dankjewel. En hoop dat ze wat wint. Ja, als ze wat zal wel niet, want we zijn allemaal hoog. Ja, hele hoge klasse. Ja. Maar je weet maar nooit. Twee verschillende klassen bij elkaar ingedeeld. Dus het is een beetje raar, maar goed. Oké. Ze kan die benen meer doen dan de beste. Als ze zo is dat. Heeft, samen met de paard. Zo is dat. Nou, succes. Yo, doei. Kelly Krijsjans, Cassandra J.